Dat is natuurlijk extreem gevaarlijk in een woning. Zeker ook omdat er met dit vuurwerk geknutseld is. Dat betekent ook dat wij de omliggende panden hebben moeten evacueren om de gevaarzetting voor die bewoners te beperken. Op het moment dat er een brand is en het vuurwerk komt tot ontploffing, zijn de gevolgen echt niet te overzien. De EOD is net binnen geweest om te kijken wat het gevaar is van het vuurwerk wat hier ligt. In eerste instantie gaan we nu het vuurwerk uit de woning halen waarmee niet geknutseld is. Dat zal door een speciale vervoerder ook weggebracht worden. En vervolgens gaat de EOD kijken naar het vuurwerk waarmee geknutseld is, hoe dat het veiligst verwijderd kan worden. Want dat gevaarlijk is, dat staat voorop.